bij de derde dag van onze challenge. Ik ben Nick van Crimson Gym en vandaag gaan we lekker 15 minuten aan de slag met onze core. Hoe dat eruit gaat zien, ga ik je nu laten zien. Let's go! We werken vandaag in blokken van een minuut waarbij je 45 seconden lekker aan de slag gaat en 15 seconden rust kan pakken. De eerste oefening waar we mee beginnen zijn de crunches. Bij de crunches leg je de nadruk op het bovenste gedeelte van je buikspier. Zorg voor de schouderbladen van de grond af blijven en probeer niet te ver omhoog te komen. Bij de plank-up zorg je ervoor dat je billen niet bewegen. Je moet knijpen met je billen, knijpen met je buik. Bij de leg raises zorg je ervoor dat je buikspieren blijven aanspannen, dat je niet hol gaat trekken. Daar krijg je namelijk last van aan je rug. Merk dat het moeilijk is, mag je benen een beetje buigen. Dan zorg je ervoor dat je hakken de grond aantikken in plaats van gestrekte benen. Dan gaan we door met de Russian Rose. Je draait je helemaal in. Zorg ervoor scheide buikspieren. Flink worden aangesproken. Als laatste hebben we de hollow body hold. Trek je schouderbladen van de grond af om je buikspieren aan te spannen. Haal je voeten van de grond af. Je handen zo ver naar achter als je kan en hou vast. Probeer die 45 seconden vol te maken en dan pak je daarna 15 seconden rust. En je voelt van alle tijden spanning op je buik. Voel je het in je rug, mag je je voet een beetje intrekken. Knieën gebogen, maakt jezelf net iets makkelijk. Dit waren dan alweer de oefeningen. Ik heb natuurlijk de oefeningen hier in het park gedaan, maar je kunt ze ook gewoon thuis doen, je kunt ze in de gym doen. Waar jij het prettigste vindt. Op het weerregen of whatever. Waar je ook maar zin in hebt. Anyway, maak er een mooie 15 minuten van. En ben je klaar? Laat het aan ons weten, deel het met ons op Crimson Gym _official, zowel via Instagram als via Facebook.